Kijk eens van Loek TV, een bijzonder goedemiddag. Het is 16 november, vrijdag. Het is kil en koud in Schiedam. Maar achter mij is het vanmiddag feest in het Proveniershuis. U weet het, een schitterend pand. Dat hebben we al heel lang in Schiedam. Maar het moest een keer opgeknapt worden. En vanmiddag is het zover. We gaan een kijkje nemen en dat betekent dat we lekker binnen gaan beginnen. Ja, lieve mensen, we gaan natuurlijk even binnenkijken, heb ik ook gezegd. Maar we gaan ook praten met mevrouw Finali. Zij is adjunct-directeur van Hendrik de Keizer. En wat dat nou weer is, dat gaan we gewoon even rustig bespreken. Mevrouw Finali, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we zijn hier bij het Proveniershuis. Bij heel veel Schiedammers, met name aan de buitenkant bekend. Maar voordat we verder gaan, eerst even Hendrik de Keizer. Wat is dat voor organisatie? Hendrik de Keizer is een vereniging die in 1918 is opgericht voor het behoud van monumenten. En dat doen we door hele mooie gebouwen te verwerven, als het nodig is ze te restaureren en daarna altijd in bezit te houden en goed te onderhouden. Nou, dat kost allemaal geld, want daar hebben we het tegenwoordig over. We hebben het eerst over geld en dan over andere dingen. Hoe financieren jullie nou dat soort projecten? Nou, het normale onderhoud kunnen we betalen uit de huurinkomsten. Maar voor verwerving en restauratie zoeken we subsidies, fondsen, legaten, schenkingen, giften, alles wat maar mogelijk is. Alles wat financieel is, dat rolt binnen. Nou, denken mensen wel eens vaak van Nederland van ja, wat hebben we nou eigenlijk? U zal daar ongetwijfeld veel beter van weten. Zijn we in Nederland erg rijk aan dit soort prachtige monumenten? Nou, er zijn officieel 60.000 rijksmonumenten. En Schiedam is heel rijk aan 18e-eeuwse monumenten, natuurlijk uit de hoogtijdagen. Nou, is dit in uw bezit? Er zijn huurders. Wat is nou met name het contact tussen de huurders en uw organisatie? Bent u alleen de huisbaas of bent u meer? Nou, wij zijn monumentale huisbaas. We zijn enerzijds een woningcorporatie die zich dus, waarbij de mensen bij ons huren. Maar ze moeten wel altijd beseffen dat ze in een bijzonder pand wonen. Dus ze kunnen niet alles veranderen zoals ze willen. Dat mag niet. Want dat wilde ik aan u vragen. Hè? Zo'n monumentaal pand is beschermd. Is dat nou heel moeizaam, die regeltjes van wat mag je wel veranderen, wat mag je niet veranderen? Ligt dat nou allemaal bijvoorbeeld vast? Nee, dat ligt in grote lijnen. Er zijn wel restauratierichtlijnen. Maar voor elk pand is het bijna anders. En elk pand heeft zijn eigen karakteristieken. Maar onze enige doelstelling is om de monumenten zo goed mogelijk in stand te houden. Dus wij proberen zoveel mogelijk authentiek en oud materiaal in stand te houden. Nou, hier is behoorlijk aan geknutseld aan dit Proveniershuis. Wat was de reden daarvan? Bedoelt u knutselen door ons of door onze voorgangers? Nou ja, ook gewoon een verbouwingje. We zagen buiten wat mooie, moderne glazen wanden. De reden daarvan was natuurlijk enerzijds dat de achtergevel aan de pleinzijde nu een soort voorgevel is geworden. En die uitbouwtjes, dat waren wc-uitbouwen uit de 20e eeuw. En ja, daar kon je geen wc-deurtjes in maken, daar moest je entreepartijen in maken. Dat hebben we met de gemeente en met Rijksmonumentenzorg besproken. En we zijn uiteindelijk op deze vormgeving uitgekomen dat je toch een riante entree hebt. Dat is een ingreep inderdaad. Even over de activiteiten van uw vereniging. Waar zitten jullie zo al met projecten? Nou, we hebben 400 panden door heel Nederland, waarvan heel veel in West, nat Nederland en bijna 100 in Amsterdam. Maar we zitten door het hele land. En restauraties, zeker als het van dit soort restauraties zijn, ja, die moeten altijd natuurlijk een feestelijk tintje krijgen, want dat is ook voor ons heel bijzonder. U zei net zelf, ja, al die gelden komen voort uit fondsen en legaten en andere zaken. Vroeger had de regering ook zo'n potje, dan werd dat allemaal geregeld. Maar dat gaat allemaal teruglopen, denk ik. We zien het teruglopen. Dit hebben we nog kunnen restaureren met een stuk rijkssubsidie, waar we ook erg dankbaar voor zijn. Maar die tijden, die zijn niet helemaal voorbij, maar het wordt wel allemaal wat minder. Dat merken wij ook. Als u nou u bent hier zelf ook bij betrokken. Wat is nou eigenlijk uw eigen inbreng hier bij zo'n project? Nou, wij hebben restauratiearchitecten in dienst en die restauratiearchitect die overlegt met de directie van hoe gaan we het plan aanpakken. En dan kijk je dus hoe het was en hier hebben we gezegd we moeten de structuur herstellen, dus de eetzaal weer met zijn gangen, met de regentenkamer, dat de ruimtes goed zijn en de woningen terugbrengen die er oorspronkelijk hebben gezeten. Ik kan me voorstellen dat jullie een beroep doen op een archief, oude tekeningen, oude ontwerpplaten. Is Schiedam daar nog rijk aan? Hebben jullie genoeg kunnen vinden?
Daar hebben we ook een stagiair voor ingezet. En nou, een van die historische prenten natuurlijk die van belang is geweest, is die prent van Kortebrand uit 1740, waar je voor het eerst een proveniershuis in deze omvang ongeveer ziet. Terwijl we weten dat het pas in 1755 is gebouwd. En daar hebben we bouwrekeningen, bouwtekeningen van gevonden. En daar hebben we heel veel aan gehad, ook met de regentenkamer. Dus wellicht even een stukje geschiedenis. Wat was eigenlijk nou de oorsprong van een proveniershuis? Proveniers, dat waren mensen op leeftijd die zich voor een bepaalde, voor één vaste som geld inkochten. En dan verzekerd waren van een goede oude dag. En dan kregen ze een bedstee of een kleine kamer. Of een, en 2 of 3 maaltijden per dag. Ja. Tot het einde der dagen. Hè? Dus echt de oude dag voorziening van vroeger uit. Zo, lieve mensen, we zijn naar boven gelopen in de regentenkamer. Naast mij staat Niek Smit. Hij werkt ook voor deze organisatie. Niek, goedemiddag. Hallo. Die regentenkamer, zoals we hem nu zien, was niet zoals jij hem aantrof. Nee, absoluut niet. Die was heel erg aangetast. Er waren hier muren doorgebroken. En daardoor was het eigenlijk een soort van leefkuil geworden. Je keek zo het oude restaurant in. De lambriseringen waren er niet meer. De historische schouw was er niet meer. Het enige wat er nog was, was het prachtige 18e-eeuwse stukwerk. Ja. Hoe pakken jullie dat dan aan? Moeten er dan eerst oude tekeningen tevoorschijn komen? Nou, helaas zijn er geen oude tekeningen van het gebouw. Maar wat er wel was, waren een aantal foto's. En die foto's waren een enorme bron van informatie. En op basis van die foto's is bijvoorbeeld de schouw gereconstrueerd. Want die was verdwenen, het is een marmeren schouw. En die was ooit gestolen. En die is nagemaakt in hout. Dus wat je hier ziet is een houten schouw door een houtsnijder gemaakt. En die is gemarmerd. Dus daar hebben ze met een schildertechniek hebben ze marmer gesuggereerd. Nou kan ik me wel voorstellen dat bij dit soort restauraties je natuurlijk niet, hoe goed bedoeld ook, de eerste de beste timmerman of metselaar belt. Zijn er nou bedrijven in gespecialiseerd in dit soort werkzaamheden? Ja, we werken vaak met gespecialiseerde bedrijven, gespecialiseerde schilders die de oude ambachten nog kennen. En, maar wel vaak lokale mensen. Dus ook in Schiedam heb je gezocht naar lokale mensen? Ja, er zijn hier lokale mensen bij betrokken. Nou, dan hebben ze een mooi werkje gevraagd. Ja, ja. Wat wordt de bestemming nu van deze kamer? Dit hoort bij het restaurantgedeelte. Dus hier kunnen diners gehouden worden of kleine bijeenkomsten, huwelijken. Lieve mensen, naast mij staat Karianne Votsma. Karianne, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent in de gelukkige omstandigheid dat je architect bent bij deze organisatie. Dat moet, en misschien vergis ik mij, maar wel een feest zijn. Ja, het zijn altijd mooie projecten. Even over je opleiding. Hè? Ben je nou gespecialiseerd in je opleiding of hoe gaat dat? Ik ben opgeleid als ingenieur-architect in Leuven. En daar is na de studie ook een specialisatie voor restauratie. Nou, dan kom je hier terecht in Schiedam, bij het Proveniershuis. Wat is het de eerste keer geweest dat je hier was? En wat was je indruk toen? Dat was mijn eerste werkdag bij de vereniging. Dat was op 14 juli, 2,5 jaar geleden. En toen was het hier een troep. Toen was het de zaal was verminkt en hierboven was alles verbouwd. En het was heel moeilijk om erheen te kijken wat er nog van mooie details in zaten. Gaat er dan boven iets zoiets van, hier ga ik mijn tanden inzetten en dit moet helemaal mooi worden? Hoe werkt dat zo'n proces creatief gezien? Ja, ik heb eerst gekeken wat er bekend was van het gebouw. En wat er nog in het gebouw zat. Wat ik eruit kon halen, wat ik naar boven kon halen om die kwaliteit weer terug te brengen. En dat is bijvoorbeeld hier, dat is vooral op deze verdieping. Dit waren allemaal éénkamerwoningen of éénkamerappartementen. En die zijn weer allemaal teruggebracht.
En een aantal hebben wel samen, hebben zeker twee samengevoegd voor een woonkamer. Voor de rest is één kamer is nu een keuken. Eén kamer is nu een badkamer. En ook waar we nu in staan was dus zo'n eenkamerappartement. Dit is de kleedkamer van personeel. Dus hier kon ik wat meer doen, omdat hier niet gewoond gaat worden. En heb ik de douche op de plek gezet van de oorspronkelijke bedstee. En daar had ik sporen van gevonden in de wand en op de vloer. En ook hierachter is de contour getekend van de schouw. Hier stond een schouwtje. Dus eigenlijk is deze kamer, zie je nog het beste hoe het hier was. En ik heb ook gekeken naar de oorspronkelijke kleuren. Dus ik heb gekeken waar nog oud hout was, welke kleuren dat waren. En dat zijn echt dit roze en dit grijs. Dus deze kamer is nu weer eigenlijk qua sfeer en qua beeld weer terug naar het oorspronkelijke. Is er nou een soort minimumkwaliteit voor jou als architect wanneer je hieraan gaat beginnen, waarvan je zegt van ja, het moet wel minimaal in zo'n staat zijn? Want ik kan me ook wel voorstellen dat je in oude gebouwen komt waarvan je zegt van ja, hier kan ik echt niks meer mee. Nee, ja, dat is per geval. Dat is heel verschillend. Ik kijk ook naar wat het wordt. Dus hier, dit worden appartementen, beneden wordt horeca. Dus daar hou je ook rekening mee. En wat erin zit. Dus de regentenkamer bijvoorbeeld heeft een hele hoge kwaliteit. De zaal heeft een hele hoge kwaliteit. En zo kijk je gewoon per ruimte van wat was de kwaliteit, dat was de bedoeling. En die probeer je terug te brengen. Ja. Dus een zolder is een zolder. Ja. Daar ga je dan niet iets heel erg moois van maken. Aan de achterkant waar we net binnen zijn gekomen zijn zeg maar glazen puien, glazen wanden gemaakt. Pleinzijde. Ik heb begrepen dat niet iedereen daar heel snel gelukkig mee is. Kan je dat voorstellen? Ik vind het zelf moeilijk om erin mee te gaan, omdat ik dat zo gewend ben vanuit de restauratie en vanuit mijn opleiding. Dat wat een nieuwe toevoeging is, laat je zien. Ja. Als het oud is, of als je iets oud herstelt, dan doe je het op de oude manier, op ambachtelijke wijze, met oude materialen. Als je iets nieuws toevoegt, je wil de kijker, de bezoeker niet verwarren tussen oud en nieuw. En daarom laat je zien wat nieuw is. Dat is een mooie uitleg. Ten slotte, we zijn een beetje chauvinistisch in Schiedam. We hadden het net al met je collega erover. Je hebt vaak mensen nodig die toch het oude ambacht van timmeren, van metselen, van dat soort zaken nog kennen. Zijn wij in Schiedam zo rijk? Hebben wij nog genoeg mensen binnen de stad die dat soort mooie dingen kunnen maken? Jazeker. We hebben bij de eerste fase hebben een aannemer gebruikt, een timmerman gehuurd uit Schiedam zelf. Die heeft de kapconstructie hersteld. Binnen de vereniging kijken we wel naar de grootte van de opdrachten. Dus een kleinere opdracht, daar vragen we een kleinere aannemer voor. Grote opdracht, dus de grote restauratiefase hier, daar vragen we dan grotere aannemers voor. En die hebben we in Schiedam niet gevonden. Maar ik weet dat hij wel mensen in dienst heeft genomen hier onder aannemers. Bijvoorbeeld de loodgieter uit Amsterdam. Uit Schiedam, sorry. Wanneer zo'n project nou klaar is, hè, ten slotte. Dan ben jij ook klaar. Hoe moeilijk is het dan weer om weer aan een nieuw project te beginnen? Het is je kindje, zoals dat dan heet, een beetje geworden? Ja, maar het is ook een uitdaging om weer iets nieuws te beginnen. Ik loop hier nu al heel lang rond. En ik ben nu ook klaar. Je leeft er ook naartoe. Ja. Dus het is vandaag vooral zo'n feest, zo'n afsluiting. Ja. Dat maakt het voor mij ook wel dat het afgerond is. En dat ik nu maandag met iets nieuws kan beginnen. Heb je trouwens in Schiedam nog iets gezien waarvan je zegt van, nou, daar zou ik ook nog wel eens eventjes mijn tanden in willen zetten? De vereniging bezit het weeshuis aan de Lange Achterweg. We hebben daar al een klein project gedaan, de regentenkamer met goudleerbehang. En ik hoop in de loop van volgend jaar het grote restauratieproject daar te kunnen starten. Maar... Nou, dan spreken wij elkaar wellicht terug. In ieder geval van harte gefeliciteerd met deze prachtige restauratie. Dank u wel. Vind ik het altijd wel leuk, kijkers, om ook even te praten met de bewoners. Want voor hetzelfde geld is het daar feest. En hier bij de woningen niks gebeurt. Ted, goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Ja, als ik hier binnenloop, dan denk ik van, we zitten midden in het centrum van Schiedam. Maar je zit eigenlijk helemaal buiten. Ja, het is een oase van rust. Ja. Als je hier bijvoorbeeld de deur uitloopt, dan ben je gelijk in de stad. Ja. Alles is binnen bereik, snel. Ja.
Ja, ik heb eigenlijk niks te klagen. Nee. Hoe gaat dat, hoe doen jullie dat nou met elkaar? Je zit toch allemaal toch vrij dicht tegen elkaar aan. Het zijn oude huisjes, dus gehoorig. Hebben jullie nou met z'n allen een soort club waar je afspraken maakt? Hoe werkt dat? Nee, ik vind dat allemaal wel vrij automatisch allemaal gaat. Ja. Je komt wel weer, vind ik. Ik wil niet stoer doen of overdrijven. Er wordt wel een bepaalde netheid van je verwacht. Ja. En gewoon dat, ja, ik heb, als ik hier binnenkom, ik heb oase van rust, nogmaals. Wat doen jullie zomers? Want dit noot uit tot 's avonds laat gezellig zitten, nee, barbecueetje. Nee, dat zit er niet zo. Natuurlijk zo in de zomer gaan we wel zitten hier zo, ja, gezellig. Ja. En al, maar het is gewoon wel om 10 uur, gewoon als normale mensen dat doen. Ja. Om 11 uur gewoon, okay, gewoon lekker slapen. Ja, lieve mensen, naast mij Kees, ook bewoner hier zo. Kees, goedemiddag. Goedemiddag. Wij vroegen ons af van, ja, is het nou alleen maar feest aan de voorkant? Maar de woningen, vertelde jij er net, daar is ook aangesleuteld. Ja, de woningen zijn ook allemaal gerestaureerd. Ze zijn weer gemaakt in de oorspronkelijke staat. Mm-hmm. En dat was allemaal handmatig gedaan. Ja. Heb je zelf nog invloed gehad? Mocht je suggesties doen? Bij mijn huisje wel. Ja. Zoals? Nou, ik heb boerenplavuizen beneden, ja, en 2 verdiepingen met grenenvloeren. Nou, even voor de verwende mensen die in een modern huis wonen met alle super deluxe dingetjes. Hoe is dat nou 's winters? Is het koud? Is het vochtig? Ik woon aan de waterkant in het Hofje en in de winter is het wel koud. Want het is enkel glas. Ja. Het is geen dubbel glas. Nee. Hebben jullie daar overigens nog om gevraagd, om dubbel glas? Ik niet. Nee. Dat had wel in de stook. Wat stook je trouwens zelf? Ik stook, maar ik weet dat niet exact. Maar even qua, we hadden het net al met je buurman erover. Het lijkt mij toch een aparte manier van wonen in zo'n hof. Hoe vind je dat zelf gaan? Ja, er is veel sociale controle. Dus als er wat aan de hand is, dan komt iedereen wel voor elkaar op. En vroeger werden er nogal veel activiteiten verricht, zoals kerstkransen maken. En we krijgen ook weer een kerstboom dit jaar. Dus ja, leuk. Het is gezellig. Ja. Even tenslotte, qua leeftijd, wat woont hier door elkaar? Het is een heel gemêleerd publiek. Je hebt mensen die heel oud zijn. En je hebt hele jonge mensen die net gaan samenwonen. Ja. En dat gaat allemaal goed? Ja. Er is altijd wel eens wat. Je zei al in het begin van het gesprek, je woont dicht op elkaar. Ja. Dus je moet gewoon rekening met elkaar houden. Nou, het ziet er in ieder geval fantastisch uit. Ik denk dat heel veel mensen toch wel jaloers op jullie zijn. Ik wens je hier nog een heel fijn verblijf toe in deze mooie woning. Vriendelijk bedankt voor de aandacht.